Christmas pudding, Friese ketelkoek, Groningse poffert. Mijn moeder maakte altijd Christmas pudding in dit soort oude Ierse puddingvormen. En die werden dan afgedicht met een stukje bakpapier en een touwtje. En dit is nou zo'n keteltje, zo'n Fries ketelkoek keteltje. En je hebt hier zo'n holte in, het is, wordt een soort tulbandje. En hier gaat de deksel eraf. Leuk, hè? Mijn moeder begon een Christmaspudding te maken in halverwege november. Dat heette Stirrup Sunday. Dan maakten alle mensen bij ons in de straat allemaal tegelijk. En heel Ierland en Engeland maken dan allemaal tegelijk hun Christmaspuddings. En waarom beginnen ze er al zo vroeg mee? Omdat er gaan heel veel zuidvruchten in. Die worden geweld in drank, whisky, cognac, brandy. En die gaan dan in die puddings. Die puddings worden gestoomd. Dan komen ze er straks uit. En dan gaat er elke week tot aan kerst prik je er met gaatjes in. En dan gooi je er steeds weer drank in, steeds weer drank in. En dan zuigt dat zo heel langzaam op. En dan flambeert die als een malle met kerst. Maar dat gaan wij nu niet doen. We zitten hier vlak voor kerst. Dus dat gaan we ook helemaal niet halen. Dus we maken een Christmas pudding meets Friese ketelkoek. En daarvoor heb ik dus mijn zuidvruchten niet in drank gebeld, maar in kruidenthee. Dat zijn al die zuidvruchten van Ali. Ik heb rozijnen, ik heb krenten. Maar ik heb ook hier cranberries, vond ik ook heel kersterig. En verder heb ik dikke vijgen. Nou, daar moet je wel het steeltje even van afhalen. Want zo'n steeltje is een beetje een hard stukje. Ik vind vijgen al zo lekker en zo zoet. Je zou natuurlijk ook nog dadels in kunnen doen of gedroogde pruimen, hè, want plum pudding is met pruimen. Ik snijd in kleine blokjes, dat alle zuidvruchten een beetje dezelfde maat hebben. En wat ik er heel lekker in vind, en heel oud-Hollands, is gember. Dit is stemgember en dat is dus geconfijte gember. Niet te veel, is heel sterk. En wat ook geconfijt is, dat is sucade. En sucade, dat is de dikke schil van de citrusvruchten. Dat is een beetje bitter. Dat is een mooie tegenhanger tegen al dat zoet. Dus dat gooi ik allemaal bij elkaar. Bij al mijn zuidvruchten. Zelfrijzend bakmeel ga ik voor deze puddings gebruiken. Daar zit dus natuurlijk het bakpoeder al in. Daar gaat bij ongeveer 1 koffielepel gemberpoeder. Dat gaat lekker op smaak brengen, hoog op smaak. Speculaaskruiden, lekker Hollands. Kaneel gaat erin. Klein snufje zout. Zo, dit ga ik met elkaar zeven. Want als je het met elkaar zeeft, dan komt er lucht in. Maar ook mengen alle specerijen en de bloem zich goed met elkaar. Kerstmis is natuurlijk een christelijk, een katholiek feest. En daarom moesten ook alle familieleden in het huis het beslag om eens de beurt. Iedereen moest 1 keer draaien van west naar oost. Hè? Dat was ook de wandeling die de drie wijzen natuurlijk hadden gemaakt naar het kinderke Jezus die in het oosten lag. Dus moesten dan ook alle familieleden moesten daar 1 keer een slinger aan geven. Dat was allemaal voor good luck en zo. Dus dat was enorm belangrijk. Ik ga hierin een kuiltje maken in het midden weer. En daarin ga ik een mengsel gieten van melk en eieren. Die kunnen in het kuiltje in het midden. Al die zuidvruchten die zijn natuurlijk al lekker zoet. Maar ik wil er nog iets extra's bij. Dus ik heb lekkere oud-Hollandse keukenstroop. Dat vind ik er wel mooi bij passen. 3 flinke eetlepels. Stroop, heerlijk. Mijn zuidvruchten, die gaan er ook in. Allemaal in het midden. Hoppakee. Een beetje sinaasappelrasp. Zo, ongeveer de rasp van een halve sinaasappel. Dat is wel genoeg. Dan gaan we van west naar oosten. Vanaf het midden naar buiten toe draaien. Een lekker beslag. Het wordt ook een beetje stevig, maar dat komt omdat al die zuidvruchten erin zitten. Nou, hier is mijn beslag. Even proeven. Nu al heel lekker.
Heel kersterig. Waarom is dat toch? Dat komt door al die specerijen, denk ik. Pak een beetje boter. En daar vet ik de vormpjes mee in, anders komt het er niet uit. Helemaal onderin ook nog een beetje zorgen dat het overal komt. Zo. Het beslag kan erin. Deze puddings die werden origineel gewoon in een pan gekookt. Maar ik vind het eigenlijk alles veel handiger om gewoon een hele grote braadslede met water al in de oven te hebben staan, zodat het al heet is. Dan hoef je ze daar alleen maar in te zetten. En dan heb je er ook veel meer naar omkijken naar. Even een beetje tikken, dat ik zeker weet wat overal komt. Kijk, niet helemaal vol, hè? Want dit gaat dus nog rijzen. Dekseltje gaat erop. Er zit natuurlijk een randje aan, hè? Die zit er niet voor niks. Ik heb een touwtje voorgeknipt. Daar maak ik een lusje in. Zo. Haal ik deze doorheen. Zo. En in dit lusje doe ik het andere end. Trek ik dit aan. Zo. Hij zit vast. Een stropje. Dan kan ik hem hier een beetje aantrekken. Dan zie je, hij trekt zichzelf gewoon strak. Ik doe er ook altijd een beetje aluminiumfolie over. Mocht het water nou omhoog komen of wat dan ook, dan trekt het in ieder geval niet in mijn vormpje. Nou, ze kunnen in de oven. Maar dan heb je ook wat, hè. Even op de stoom letten. Ze moeten het nu doen. 1. Nummer 2. Oven uit. Gaaf, hè? Ik steek hem er helemaal doorheen. Ja, mooi. Als er nou hier nat beslag langs de pen loopt, dan is hij nog niet gaar. Dek je hem gewoon af, zet je hem gewoon weer terug. Wauw, te gek. Kijk. Auw. Gaan we. Ik weet niet of het in één keer lukt hoor, dat hij eruit komt. Ja. Nou, dat is toch te tof voor woorden. Hopen dat de ander het ook doet. Zo, te gek. Eentje ga ik er poedersuiker op doen en op de ander ga ik stroop doen. Je giet het over de bovenkant en laat je het gewoon zo naar beneden lopen. Dat ziet er ook heel kersterig uit, hè? Kijk, dit is het kerstmannetje. Mijn moeder ook altijd op onze Christmaspudding vroeger in Ierland zette. Ik mocht hem bij de gratiegod van haar lenen. Hier achterop zit een klein potje. En in dat potje moet je een hulstakje prikken. Nou, dat heb ik natuurlijk heel braaf gedaan. Kijk. Zo hoort hij. Niet anders. Zalig kerstfeest.